Dit is zo'n broeierige dag waarop veel vlinders poedelen. Een mooie gelegenheid om eens te kijken of vlinders ook voorkeuren hebben wanneer ze eten. Ja, dat is er daar ook een. Ach, mijn godverdamme. Dit is echt smerig. Oh, die blauwtjes, kijk, die zien er zo mooi uit met zo'n hele vieze been. Ik wil hier weg. Want mussen bijvoorbeeld, die vinden paardendrollen prima, paardenvijgen. En dat snap ik. Daarom zijn de mussen ook zo aan het achteruit gaan. Die hadden vroeger in de 19e eeuw in alle dorpen een overmaat aan voedsel. Van die paardenvijgen. Goed, dan doen we even een paardenvijg. En al die vlinders die niet bovenop me gaan zitten, eerst op de poep geweest, want dan ga ik ze wegslaan. Gekker. Nee, nou voel ik me toch ook wel een beetje gelukkig, hè? Ja, natuurlijk. Als je hier niet gelukkig van wordt, dan word je nooit meer gelukkig. Verloren. Toch voel ik af en toe dat ze zuigen, hoor. Ja, hoe voel je dat? Nou, dat kriebelt. Kriebelt. Ja, tegen het prikken aan. Ja, er liggen uitwerpselen. Ja, jeetje. Oh, is het van een koe? Een koe niet. Ook niet van een paard, dus het is van een wild beest. Nou, maar dan moet het wel een reuzenwild beest zijn. Ja, misschien wel een beer. Jezus, als er nou... Moet je kijken. Ja, dat moet wel van een beer zijn. Ja, zo bij elkaar is het toch wel een heel fraai gezicht, moet ik toegeven. Ik verzoen mij ermee. Het moet hem helemaal zo. Maar dan moeten ze niet daarna bij mij komen en op me gaan zitten.